Jason Hitzker heet. Hij wil dit gevecht opdragen aan zijn vrouw. Remco, is jouw vrouw hier ook aanwezig? Nou, kijk, daar is ze. Dat is een mooie dame. Yes. Remco, 80 partijen gevocht, 50 gewonnen, 20 verloren en 10 onbeslist. Hij komt uit voor Team El Toro. Ook zijn sensei is geen onbekende. We gaan naar onze tegenstander. Onze tegenstander niet. De tegenstander van Remco. Ik voel me al één met jou, hè. Nou, onze deelnemer in de rode hoek, dat is niemand anders dan onze beslikker. Bigger, bolder, rougher, tougher. In other words, sucker, there is no other. We run a party like Usain Bolt, and if you can't keep up, then it's not my fault. I'm a winner and a sinner and not a beginner. Yeah, winner of the world, yeah, I'm a bluff killer. Iller than your average, sick, slick. Yeah, we rock the party, cause making no quick. Enjoy. Maak een applaus voor DJ Galli. Dankjewel, Galli. Goed. Ademen. Geen probleem, geen probleem. Ademen, kijken. En door, nu!
superplek in het midden. Dames en heren, mag een hele grote applaus voor deze twee kantjes. Kom maar, ja, laat me horen. Laat me horen. Ik wil, voordat we naar de reizen van de arm gaan, is mij gevraagd door Pieslief om even wat te willen zeggen. Dames en heren, iedereen bedankt voor mijn aanwezigheid. Dit was de laatste wedstrijd van mij. Oops. Dames en heren, goedenavond. Ik wil even wat kwijt. Ook aan Pieslief. Ik heb zelf twee keer tegen Pieslief gestaan. Allebei verloren. Pieslief is voor mij nog steeds de sterkste MMA-vechter. Tot 90 kilo van Nederland. Ik vind het een knappe prestatie van Remco Hisker omdat hij kans heeft gekregen om in de Pieslief te vechten. Dank je, Pieslief. Woes! Nou, dames en heren, er is heel wat gezegd. Laten we gewoon naar de uitreiking gaan. De winnaar staat hier in het blauwe hoek. Mag een applaus voor. Remco Hisker! Ja, en natuurlijk wordt de prijs uitgereikt. Niemand minder dan Peter Aarts. Ja, even een applaus. Er zal je vrouw weer blij zijn.